De heer Wilders. Mevrouw de voorzitter, het is werkelijk, maar goed, het is mijn laatste interruptie. Maar het is een antwoord van 10 keer niks. De minister durft niet eens te zeggen wat ze ervan vindt. Zegt, me dunkt, ik ga dat uitzoeken. Ja, dat zou u eens niet moeten doen. U heeft het inderdaad zelfs nog voor gefinancierd. Veel gekker moet het toch niet worden. En ik kan niet begrijpen, mevrouw de voorzitter, dat een persoon die liegt en bedriegt, die heeft gezegd, ik doe het terwijl ik er geen cent aan wil verdienen. Ik doe het voor de zorg. Ik heb een groot hart voor de zorg. Ik doe het om niet, zijn letterlijke woorden in zijn tweet. Dat die heeft gelogen. Dat die met die leugen via een Kamerlid van het CDA bij de minister-president van Nederland is gekomen. Dat hij op televisie is gegaan met de leugen. Dat hij een contract heeft gekregen van meer dan 100 miljoen. En dat hij 9 miljoen in zijn zak heeft gestoken. Gewoon belastinggeld. Het is een bedrieger. En dan vraag ik aan de minister, wat vindt u ervan? En dan zegt ze, ik ga het uitzoeken. Ik ga dat niet zeggen hoor, een bedrieger, ik ga dat uitzoeken. Nou, wat moeten de mensen thuis denken dat er met dat geld is gebeurd? Als u niet eens zegt, van dat is een leugenaar en ik zal alles doen om dat contract ongedaan te krijgen. En dat geld, want die kapjes die zijn helemaal niet eens gebruikt. De kwaliteit was zo bagger dat ze nu nog steeds liggen te rotten ergens in een loods. Dus hij heeft u voor de gek gehouden, hij heeft u bedrogen, hij heeft u slechte waar geleverd die niet eens gebruikt kan worden. Hij heeft 9 miljoen in zijn zak gestoken en die minister die zegt hier, nou ik kan er niks over zeggen. Schaam u.